Frank, wie gaat er morgen namens Ajax op de paal schieten, denk jij? Ja, nou, dat zou wel Jonk worden. Jonk? Ja. Jonk? En ik denk zelf ook dat iemand toch ook op de lat zou schieten. Misschien zelf een van Feyenoord. Meen je dat nou? Voor Feyenoord, ja. Iemand op de lat ook nog? Oh, wie? Ja, ik denk Taument. Taument op de lat? Ja. Namens Feyenoord. Nou, ja. Wat gaat het worden trouwens? Wie gaat het winnen? Nou, dat wordt 2-1 voor Ajax. Oh? Ben je het zeker? Zeker weten.